Hans Wiegel, onder meer voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, opende vrijdag de nieuwe productiefaciliteit van MicronClean in Bolsward. Het bedrijf is specialist op het gebied van reiniging van cleanroomkleding. MicronClean startte in 1984 in Bolsward en opereerde als kleinschalige, gespecialiseerde wasserij. De afgelopen jaren groeide het bedrijf uit naar een gespecialiseerde dienstverlener voor bedrijven die in cleanrooms en geconditioneerde ruimten werken. In 1996 werd een nieuw pand gebouwd op het bedrijfsterrein aan de Koopman Heeresweg in Bolsward. Het is de laatste 10 maanden volledig vernieuwd en uitgebreid en beschikt nu over de meest innovatieve high-tech cleanroom wasserij ter wereld. Jan, een uitbreiding met 7 cleanrooms. Klopt, ja. We zijn een jaar lang druk aan het bouwen geweest en we zijn vandaag heel blij dat we het eindresultaat mogen presenteren aan onze klanten en relaties. En het eindresultaat, daarvan hebben jullie op dit moment een uniek zicht. Ja, klopt, achter mij. Wat doet jullie bedrijf precies? Wij zijn een gespecialiseerde wasserij en wij leveren kleding die gebruikt wordt in hele kritische productieruimtes. Moet je denken aan farmacie, microelektronica. Eigenlijk daar waar producten geproduceerd worden die men wil beschermen tegen de invloeden van de mensen die ze maken. Vaak is bedrijfskleding om mensen te beschermen tegen de omgeving waar ze in werken. Wij werken over het algemeen andersom. Wij beschermen producten tegen de mensen die ze maken. Medicijnen, chips, zoals in mobiele telefoon zitten, zijn allemaal fijngevoelige producten die beschadigd kunnen raken door hele kleine deeltjes of micro-organismen. Nou, onze kleding zorgt ervoor dat mensen zeg maar afgesloten worden van die omgeving. En onze kunde is dat we dat hier ook weer superschoon en in sommige gevallen zelfs steriel kunnen reinigen. Die cleanrooms in jullie bedrijf zijn ook in diverse gradaties, van minder streng tot heel erg streng. Nou goed, de eisen worden zwaarder en was voor ons een van de aanleidingen om in de uitbreidingsbehoefte er ook voor te kiezen om eigenlijk compleet nieuw te bouwen. En we hebben dus inderdaad in de stand van de techniek in die verschillende ruimtes diverse reinheidsklassen neergezet. Zodat we ook in de breedte van die variëteit aan de wensen van onze klanten kunnen voldoen. En dat varieert van heel streng tot eisen om deeltjes te beheersen, maar dan niet steriel. En die mogelijkheid hebben we nu. Betekent die uitbreiding ook personeelsuitbreiding? De uitbreiding heeft al concreet personeelsuitbreiding opgeleverd. Eigenlijk hebben we vorig jaar een uniek jaar gehad. We waren druk aan het bouwen. En juist in dat jaar zijn we gigantisch gegroeid. Dus we hebben vorig jaar al behoorlijk uitgebreid qua personeelsbestand. En op het moment dat de trend zoals die zich nu laat zien zich voortzet, zullen we ook aan die kant een behoefte houden aan mensen. Ja. Er werken hier nu 70 mensen. Dat klopt, ja. En dat gaat redelijk hard. Het was in 2006, toen we de beslissing namen om deze investering hier te gaan doen, zaten we nog onder de 50. Dus wat dat betreft hadden we zelfs misschien iets eerder moeten beginnen met bouwen. Nu gaat Wiegel deze productieuitbreiding openen. Waarom Wiegel? Nou ja, we hebben een beetje een aparte relatie met Hans Wiegel. Hans Wiegel heeft in 1986 de eerste editie van ons bedrijf ook hier in Bolsward geopend. Dat was als CDK waarschijnlijk. Hij was toen nog commissaris van de Koningin in Friesland, klopt. En de tweede editie is geopend door Annemarie Jortsma, destijds minister van Economische Zaken. En nu de derde keer hebben we gezegd van ja, Hans Wiegel is toch een persoon die wel een beetje past qua gedachten en ideologieën van wat wij doen met ons bedrijf. We zijn een bedrijf wat innovatief is. We zijn een bedrijf wat probeert samen te werken met zijn klanten en gezamenlijk dingen te ontwikkelen. Daarnaast hebben we een redelijk niet lullen, maar poetsen mentaliteit. En dat past wel een beetje bij de persoon. En ja, last but not least, 3 maal is dan scheepsrecht. Dus wij hebben toch gemeend hem daarvoor uit te moeten nodigen. En dat wou hij heel graag doen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ik ben met heel veel plezier hier vandaag in Bolsward. MicronClean ging in 84, geloof ik, in deze stad van start. Familiebedrijf. De familie Mulder en Tom Mulder is hier, die toen de eigenaar was van deze onderneming, is hier nu ook. En zijn vader, van wie hij de leiding van dat bedrijf had overgenomen en die ook nog wethouder vroeger is geweest in Bols, was op datzelfde moment hier burgemeester. En dat was een hele mooie dag. Dat was 25 jaar terug. Ik was toen commissaris van de Koningin hier in Friesland. En dus is het leuk om de feestelijke opening van de derde nieuwbouw mee te maken. Een bjusterbaarlijke dij. Deze moderne,
onderneming die in zijn soort tot de beste behoort in de branche waarin men werkt. Dus van harte geluk gewenst met deze nieuwbouw. Alle goeds gewenst voor de toekomst. Over 25 jaar kom ik weer als de volgende nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daar spreken we zo met elkaar af. En dan drinken we nog een glas. En dat glas komt er nu aan. En dat heffen wij zo meteen nadat er aan een touw getrokken is. U zult zich afvragen. Blijf u nog even staan. U zult zich afvragen. Waarom aan een touw? Je kunt allerlei. Ik heb als commissaris. Je hebt dat als commissaris van de koning. Dat zegt de huidige ook. Heb je het zo ontzettend druk? Nou, ik heb het ook altijd heel druk gehad. Ik heb ook van alles gedaan bij alle openingen. Blind doorknippen of in een ballon zitten. En ook, dat vond ik eigenlijk het mooiste. Dan moest je op zo'n knop drukken. Hè? En dan vond ik het eigenlijk het allermooiste om op een rode knop een enorme map te geven. Want dat gaf iets meer van hoe ik tegen rood aankijk. Goed. We heffen het glas. Fijne dag. Komt u weer in het huis. Dat is hem. Dat is hem. Ik neem het even over.